Breda Nu. We zijn heel illustre gezien op Prinsjesdag door de commissaris van de Koning gebeld. Met een heugelijke mededeling. En ik had geen idee waar het over ging. En op een gegeven moment vertelde hij dat ik in aanmerking ben gekomen voor een onderscheiding. De Brabant Bokaal. Die wordt uitgereikt aan drie laureaten in Brabant die zich bezighouden met cultuur en natuur. Ik ben dan van de afdeling cultuur. Ik hou me dus bezig met bijen, hè, met bestuiving, met biodiversiteit, met de natuur. En ik doe dat vanuit Breda, maar ik doe dat eigenlijk wel landelijk. Ik heb wat landelijke bestuurlijke functies ook om mensen te stimuleren om wat meer op de natuur te letten. En met name iets te doen voor met name de wilde bijen. De honingbijen zorg ik wel voor, zeg ik altijd. Maar de wilde bijen, daar kan iedereen wat aan doen. Want die hebben bloemetjes nodig, stuifmeel en nectar. En dat is eigenlijk mijn missie. Ja, de commissaris van de Koning zei bijna letterlijk van: u doet hele goede dingen en dat is ons opgevallen. En dat heeft ons doen besluiten om u deze bokaal te overhandigen en deze prijs te overhandigen. Uiteindelijk is voor een heel groot gedeelte de prijs toegekend op basis van mijn verdiensten die ik heb gehad en nog steeds heb voor de stad Breda. Ja. Als het gaat om amateurkunst, muziekbeoefening, de blaasmuziek met name. Dus ja, ik denk dat het voor Breda ook als stad wel goed doet dat iemand uit hun midden die de amateurmuziek in Brabant intussen vertegenwoordigt. Een heleboel nieuwe inspiratie. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dit is een echte geweldige stimulans om door te gaan. Ik was toch in ieder geval plan op te houden. De wethouder zei gisteren letterlijk: Aten, dit is een komma en geen punt. Hè. We gaan gewoon door. Maar het inspireert geweldig, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, het staat natuurlijk niet stil. Hè. We gaan lekker gewoon door met alles waar we mee bezig waren. Vanuit het Spanjaards Schatfestival nodige ervaring opgedaan om in ieder geval leuke evenementen in Breda te kunnen organiseren. Ja, er staat iets heel moois op stapel. En dat is echt een droom voor mij die uit gaat komen. Op 15 december in het Chalcé Theater in de Middenzaal vindt er een grandioos kerstconcert plaats. We noemen het echt een kerstgala concert. Dat heet Christmas Celebration. Dat is met medewerking van het Breda's Festivalorkest, waar ik vol trots medeoprichter van ben, initiatiefnemer en medeoprichter. Met daarbij bekende zangers als Ewout Sveenstra, Angela van Rijthoven, een uitgebreid kinderkoor. Dus het is ook heel erg gericht op jeugd, op jongeren. Er is een DJ bij. Ik wil niet alle verrassingen meteen op tafel leggen. Maar Breda heeft een nieuwjaarsconcert, Breda heeft een carnavalsconcert, maar Breda had nog geen kerstconcert. En dat krijgen ze nu ook. Breda Nu.